Ik vond het een ontzettend inspirerende dag. Belangrijke dag. Intensieve dag, ook zwaar. Die ik op Bonaire mocht doorbrengen. In de ochtend ging het natuurlijk vooral over de excuses. Over wat dat verleden voor ons allemaal heeft betekend. Vooral voor de mensen op Bonaire. En hoe dat nog doorwerkt in het heden. En ik heb voorafgaand aan de excuses en daarna ook met heel veel mensen mogen praten. Natuurlijk met de bestuurders, de gezaghebber, de gedeputeerde, de waarnemend gezaghebber. Maar ook met heel veel mensen die op een of andere manier een rol spelen in de dialogen die we voeren. Maar ook gewoon die heel erg betrokken zijn bij Bonaire. En dat waren hele mooie gesprekken. Ik kom er echt met een warm hart voor Bonaire vandaan. Ik vond het heel mooi dat sommige mensen zeiden, ik ben al verder, ik wil graag juist voor vergiffenis gaan. Die aanvaard ik in dankbaarheid. Dat vind ik een heel groot en mooi gebaar. Er waren natuurlijk ook mensen die echt nog boos zijn. Ook dat begrijp ik heel goed. Maar er waren vooral heel veel mensen die het gesprek wilden aangaan over hoe gaan we nu verder? Wat is gelijkwaardigheid? Hoe gaan we met elkaar die samenleving bouwen? En wat betekent dat hier op Bonaire? Die me ook hebben laten zien wat armoede op Bonaire is. Die me hebben laten zien hoe zij verder zijn gaan leven. Hoe ze met elkaar samenleven. Die me hebben laten zien wat het belang van onderwijs is. Of je daar nou over het slavernijverleden spreekt of gewoon leert rekenen. Maar wat dat is. En wat dat betreft heb ik heel veel hele mooie inspirerende ontmoetingen mogen hebben. En is voor mij 19 december echt een belangrijke dag geworden. En ik hoop dat dat ook voor iedereen op Bonaire zo is.